Ik sta hier vandaag op Schiphol en ik heb afgesproken met Ron en Arjen van de douane. En zij gaan mij laten zien hoe een douanehond wordt getraind. Wat gaat er vandaag gebeuren? We gaan vandaag trainen met een hond in opleiding. Dit is een personengerelateerde hond. Die hebben een passieve melding. Die gaan zitten of liggen en mogen niet krabben of blaffen als ze iets gevonden hebben. En dat doen we hier tussen het publiek, in wachtruimtes en bij lopende banden en in de gate. Maar waar is die hond dan eigenlijk? Die zit nu nog in de auto, dus die gaan we nu halen. Dus kom maar mee. Yes. Hoe heet de hond eigenlijk? Dit is de hond Kelly. Oké, okay, maar wat gaan we zo dadelijk doen, Arjan? Als het goed is, heeft Ron een oefensessie van mij geprepareerd. En gaan we kijken of Kelly het verborgen preparaat kan vinden. We zijn nu in de lounge. Hoe begint de training? De training begint, als het goed is, heeft Ron een koffer weggezet waar jij straks bij gaat zitten. En dan gaan we kijken of Kelly de koffer gaat vinden en precies kan aanwijzen waar het preparaat, in dit geval geld, verborgen is. Dus een looking check of dat en dat. Don't be afraid. Melding. Wat snel gevonden, hè? Hij heeft het goed gedaan. En wat zit er nou precies in die koffer? Ik kan het je laten zien. Ja? Ja. Trek even een paar handschoenen aan, want anders besmet ik de oefenstof. Zodat mijn eigen geur niet aan het preparaat gaat zitten. Dat is heel erg belangrijk. Kijk, hier zit geld in. Dat is een eigen ontwerp. De hond die ruikt het specifieke inkt. Dat is een plaatdruk inkt. En katoenpapier. Dat zijn de specifieke bestanddelen van geld. Iedereen boven de 10.000 euro moet aangifte doen. En een hond, je ziet het, die ruikt makkelijker geld door een tas heen als dat je elke tas zou moeten openen om te kijken. Dus dat is het voordeel van een hond. Een hond is een hulpmiddel. Net zoals dat wij een scan als een hulpmiddel hebben, is een hond ook een hulpmiddel. Dus dit is deel 2 van de training? Ja, we gaan nu deel 2 doen. Ron gaat jou zo prepareren met geld in je broekzak. En dan gaan we kijken of Kelly het ook kan vinden in plaats van een koffertje. Nu. Kijken of hij geld kan vinden op je lichaam. Ik ben benieuwd of Kelly het geld gaat vinden wat hier in mijn broekzak zit. Ik vind het best wel spannend, dus misschien ren ik wel gewoon heel erg hard weg. Ze heeft het goed gevonden. Ja? Ja. Voet 1? Nee, voel wel mee van. Oké, gelukkig. De hond heeft geleerd dat hij er niet aan mag zitten, aan het preparaat. Je kan ook bedenken als we het met verdovende middelen zouden doen, dat een hond in de verdovende middelen zou gaan bijten. Nou, dat willen we niet. En plus het feit dat hij de passagiers gaat bijten. Dus wat wij doen, we brengen zo dicht mogelijk de beloning bij de bron van het geurbeeld. In dit geval is dat geld. Dus daarom doe ik de bijtrol zo dicht mogelijk waar het verborgen zit. Om de hond maar vooral te fixeren op de bron. Ja, nou zit de training erop. Ja, de training zit erop. Ze heeft ontzettend goed best gedaan. Ze heeft de preparaten, het geld, heeft ze keurig gedetecteerd. En kan ik dadelijk nog even met haar knuffelen? Ja, je mag natuurlijk even met haar knuffelen, maar daarna moet ze wel naar de auto om verzorgd te worden. En dan mag jij straks VAST zeggen. Vast! Dag Kelly, dankjewel voor de leuke dag. Ik heb er veel van geleerd, zeker met de douanehonden, hoe zo'n training precies in elkaar zit. En wat ik vooral heb geleerd is dat ik niet zo snel geld zal gaan smokkelen.